Oké, ik wou het vanavond met jullie hebben over eigenlijk drie manieren om ons spiritueel te ontwikkelen. Er is het magische pad, het mystieke pad, het kabbalistische pad en wat ze noemen de vierde weg, eigenlijk het combineren van deze drie paden. Er zijn eigenlijk voor iedere stroming zijn er aanhangers die hun stroming beter vinden of nuttiger vinden. Wat eigenlijk het belangrijkste is, is eigenlijk voor jezelf te ontdekken op welke manier jij het beste kan functioneren. En wij zijn op zich wezens die al deze krachten in ons hebben. En je kunt een beetje zien van de krachten die niet het sterkst in ons zijn, zijn wel eigenlijk het fundament die ons moeten stabiliseren. Want als we alleen maar met één kracht werken, dat is een geweldig werktuig, kunnen we heel veel mee gedaan krijgen. Maar als de andere delen van ons niet gestabiliseerd zijn, raken we alsnog ons pad kwijt. Het werken met magie is eigenlijk het werken met wilskracht. Vaak is er over magie zijn er heel veel begrippen van, goh, dat is werken met symbolen of met rituelen of met andere dingen. Maar de essentie van magie is altijd wilskracht. En wilskracht heeft ook veel te maken in die trant met autoriteit. Dus dat jij gelooft dat andere dingen zich moeten schikken naar jouw wil. En of je dat dan in de vorm doet van een gebed of een ritueel of symbolen, dat doet er eigenlijk niet toe. Eigenlijk de basisstelling is mijn wil, die drukt eigenlijk een soort stempel op de werkelijkheid, op de wereld om mij heen. En deze wereld om mij heen, die wordt dus vervormd door het stempel wat ik erop druk. Dus je ziet jezelf en je beleeft jezelf echt als een scheppende kracht, een leidende kracht in de wereld. En bij de wilskracht gebruiken we de onderste drie chakra's van ons wezen. In het basischakra zitten eigenlijk onze ervaringen vanuit de vorige incarnaties. Ook de talenten die we hebben opgebouwd, vaardigheden vanuit die vorige incarnaties. En dat is dus eigenlijk, en ook onze missie. Want onze geest die komt ook hier om bepaalde dingen te veranderen, ofwel aan onszelf, ofwel aan de wereld om ons heen. Dat wordt dan gecombineerd eigenlijk met de energie van het tweede chakra. En in de tweede chakra zitten eigenlijk onze verlangens. En dat kunnen heel basale aardse verlangens zijn, van ik wil eten, ik wil drinken, ik wil warmte, ik wil aangeraakt worden, ik wil... Maar daar kunnen dus ook in het tweede chakra heel veel spirituelere verlangens zijn, van ik heb behoefte aan schoonheid, aan muziek, aan dans, aan kunst, aan natuur. En eigenlijk die verlangens, zou je kunnen zeggen, helpen je ook om dit te verbinden aan de energie waar je uiteindelijk je wilskracht op wil gaan projecteren. Want als jij alleen maar, zit te dromen en voelt van, dat zou wel leuk zijn, maar je geeft er niet echt om, je wil het niet echt, er zit geen passie in je, dan ontbreekt dus ook het vermogen om die verbinding te creëren met die energie of met die persoon die je wilt beïnvloeden. En dan gebeurt er dus niks. Want dan ga je uiteindelijk zonder de passies ga je heel makkelijk in die hogere chakra's zitten en dan ga je zitten fantaseren. Dat is een ander proces dan magie beoefenen. Uiteindelijk kom je bij het derde chakra en dat is eigenlijk je vermogen om dus jouw talenten en je verlangens om te zetten tot een actie. En uiteindelijk dus het tot een manifestatie te laten komen. En wat er dus in die eerste en die tweede chakras gebeurt, zijn eigenlijk interne processen. Want ik heb een verlangen en ik heb een talent. En pas eigenlijk in het derde chakra wordt eigenlijk de verbinding met de buitenwereld gelegd. Waarin eigenlijk vanuit mijn talent en vanuit mijn verlangen er een bepaalde actie ontstaat. En die actie kan dus een magische actie zijn. Het probleem eigenlijk vaak van magische acties is dus dat ze gebaseerd zijn op juist die verlangens van het tweede chakra. En zoals we allemaal weten zijn die vaak wat variabel van aard. De
ze zeggen altijd van pas op waar je op bent, want misschien krijg je het. En dat is ook vaak het probleem met mensen die puur magisch werken. Dus ze zijn heel goed in staat om eigenlijk allerlei gebeurtenissen te creëren, dingen naar zich toe te zetten. Maar ja, het geluk blijft ze ontglippen, de tevredenheid blijft ze ontglippen. Dus het is eigenlijk vaak een eeuwig najagen, totdat uiteindelijk dat wilscentrum zo uitgeput raakt, dat er uiteindelijk de hogere centra ook bij komen. Zodat uiteindelijk de wil en wat er gemanifesteerd wordt ook uiteindelijk ja, werkelijk ten voordele is. Dus dat zijn vaak weer de beperkingen van het wilscentrum. Bij het werken met jouw wilscentrum... Zit het dan alleen in de wens en de wil vanuit jezelf of ook voor en naar anderen? Daar kom ik net op, want eigenlijk, zodra je gaat werken met de wil, kom je dus eigenlijk twee interessante krachten tegen. Eén is gewoon de kracht van de wil van anderen. Dan hangt het vaak van het bewustzijnsniveau af, van wie er het sterkste is op een bepaald gebied. Wij zijn geïncarneerd, hetgeen inhoudt dat ja, vaak het grootste deel van ons bewustzijn zit eigenlijk op de materiële laag van de wereld. En daar kunnen wij onze wil vaak ook het sterkste manifesteren. En ja, als je het dan hebt over ja, geesten, natuurwezentjes enzovoort, ja, die bevinden zich op andere lagen en daar zijn zij het sterkst, dan zijn wij misschien zwakker. Maar ja, dus altijd als je bezig gaat met magie, moet je dus kijken van ja, ben ik hier sterk of ben ik hier zwak? Los van hoe sterk je wilskracht in het algemeen is, gaat het ook om je verbinding. En je omgeving. En je omgeving. Waar je bent. Ja. Want bijvoorbeeld, ik kan zoiets hebben van, nou, goh, ik zou het wel leuk vinden om een paar ton op mijn bankrekening te hebben. Ja, dat is heel leuk. Daar kan ik een leuke magisch ritueel voor doen. Maar ja, als ik ga kijken van, ja, dat geld wordt momenteel beheerd door bankiers en hun wil is veel sterker gefocust op dat geld. Veel meer waar hun bewustzijn op zit, want ja, zij zijn daar dag en nacht mee bezig. En voor mij is het iets van, ach ja, dat is er ook nog. Dus ja, als ik zeg maar magisch probeer iets te doen, ja, kan ik moeilijk tegen de heersende kracht op. Maar het omgekeerde is ook waar. Dus als een bankier zoiets heeft van, goh, nou ja, ik zou wel iets willen doen met de natuur en harmonie enzovoort. Ja, als hij daar weinig mee bezig is, weinig passie voor heeft, zal hij zich ook ja, in dat gebied minder makkelijk allerlei natuurkrachten aan zich kunnen binden en voor zich in kunnen zetten. En eigenlijk gezien de beperktheid van ons bewustzijn, moeten er altijd keuzes in gemaakt worden. En van waar ja, richt je eigenlijk je passie op, je verlangens op? En heb je ook, behalve dus dat je die verlangens hebt, heb je dus ook de vaardigheden vanuit je vorige incarnaties en de wil om dat te manifesteren? Want er zitten ook risico's in. Bijvoorbeeld, ik kan stel een vorig leven hebben gehad als een soort Casanova en zoiets van, goh, dat mensen charmeren, dat zit wel in me. Ja, en dan kun je dat, ja, maar als je dat verlangen niet hebt, dan zal dat talent zich nooit tonen. Want ja, als mensen je niet interesseren, maar liever met de hond en de kat bezig, ja, dan blijft dat talent gewoon je hele leven sluimeren. En als je dat talent wel hebt, dan moet je ook nog het risico aannemen. Want ja, zodra je iets doet en je gaat bezig met dat verlangen van oh, ik ben zo gek op hem of op haar en je wordt afgewezen. Ja, dat kan dus ook weer je gigantisch gaan blokkeren in jouw magische kracht, omdat je dus niet meer die kracht en die talenten durft neer te zetten in de wereld. Omdat daar gewoon trauma's op vast gaan zitten. En zodoende kan dus eigenlijk ons magische centrum kan dus aardig geblokkeerd raken, omdat we eigenlijk moeite hebben met onze verlangens. Ligt ook heel erg aan hoe we hebben leren omgaan met onze verlangens. Want in het Westen geloven we eigenlijk heel erg in een doel. En zoiets, nou, ik heb een verlangen, ik wil, stel, een huisje, papje, beestje, of ik wil carrière, of ik wil status. Nou, dan heb ik dat doel en ik ga rennen en ik ga lopen en ik ga doen. En als ik dat doel bereikt heb, is het goed. En zolang ik vorderingen maak richting dat doel, blijf ik doorgaan. Als ik geen vorderingen maak, doe ik het niet meer. Dus dat is heel erg doelgericht werken. Maar dat zorgt er ook voor dat als het doel niet bereikt wordt, of als je
andere resultaten krijgt dan je verwacht, dat mensen over het algemeen het idee hebben van nou ja, dat verlangen dat zit me alleen maar in de weg, want mijn verlangen wordt niet bevredigd. Want waar ligt de focus op? Van het verlangen moet bevredigd worden of ik moet denken dat ik dichter bij die bevrediging kom. En eigenlijk op het moment dat dat niet zo is, dan stort dus eigenlijk dat hele wilscentrum in elkaar. En als je gaat kijken naar wat meer Aziatische culturen of shamanistische culturen, die kijken helemaal niet zo naar het doel. Die kijken naar het verlangen op zich. Die hebben zoiets van, het verlangen op zich is hetgene wat mij eigenlijk de mogelijkheid geeft om mezelf te transformeren. Het verlangen is hetgene wat mij de kracht geeft om in de buitenwereld ja, mezelf neer te zetten, iets te veranderen, iets te betekenen. En die zien bevrediging eigenlijk als een ramp. En dan raak je je verlangen kwijt. Dus die hebben daar een compleet andere kijk op. Maar door die andere kijk ja, blijft vaak hun magische centrum beter intact. En ja, kunnen ze er dus ook ja, vaak veel beter mee werken dan wij hier in het Westen kunnen. En vaak doordat wij ons magisch centrum niet meer goed werkt, gaan we dus heel snel naar die hogere centra toe, de mystieke en de kabbalistische centra. Maar alsnog is het een bepaalde zwakte natuurlijk als dat magische centrum niet goed functioneert. Een onderdeel van het magische centrum is inderdaad ook het creëren van de vaardigheid. Want we hebben dus die talenten, maar een talent is nog geen vaardigheid. Dus een talent is vaak een bepaalde gevoeligheid van nou hier denk ik wel iets mee te kunnen. En eigenlijk vanuit die verlangens, in samenwerking met de zonnevlecht gaan we dus die talenten proberen te scherpen. Dus ja, in plaats van ergens een gevoel voor te hebben, ga ik er ook nog wel boeken over lezen. Ik ga ermee aan de slag, ik ga ermee werken. Totdat je het uiteindelijk meester gaat worden. En ook ja, eigenlijk de oefening, de zelfdiscipline, de inspanning die je nodig hebt om ergens meesterschap in te bereiken. Is ook altijd een magisch pad, een magische daad. Oké, het volgende centrum is het mystieke centrum. En het mystieke centrum dat gelooft er niet zozeer in dat je ja, dingen naar je hand zet, maar meer een geloof in je eigen flexibiliteit, in eigenlijk de dingen te vinden of op te zoeken die je zoekt. Dus in plaats van dat je zegt van nou, ik ga een ritueel doen en dat geld moet hier verschijnen, is dat je gaat proberen te voelen van nou, wat voor een baan zou ik moeten aantrekken? Waar ben ik het meest op mijn plek? En jij voegt je naar de omstandigheden, terwijl de magier eigenlijk de omstandigheden naar zichzelf probeert te voegen. Dus je ziet vaak ook dat als een soort bijeffect van het magisch handelen, dat mensen eigenlijk bezig gaan hun omgeving te transformeren, vaak meer dan zichzelf. Terwijl een mysticus vaak meer bezig is om zichzelf te transformeren dan de omgeving. En de mysticus maakt gebruik van de middelste drie chakra's. Dus ook weer de zonnevlecht, het derde chakra, het hartchakra en het keelchakra. Dus aan de ene kant ja, erkennen ze dat zij een rol te spelen hebben vanuit hun derde chakra. Het is aan mij om iets te doen. En vanuit het hartchakra gaan ze eigenlijk de verbinding aan, maar dan niet vanuit een verlangen, zoals het tweede chakra doet. Het tweede chakra heeft zoiets van, nou, wat is het voor mij? Wat wil ik? Wat heb ik nodig? En eigenlijk het hartchakra, dat is een veel neutraler, veel meer vanuit een gelijkheid, vanuit een vrijheid. Dus nou, wat zijn dingen waar ik me goed mee voel, maar wat zijn ook de waarden die de anderen hebben? Wat zijn de krachten waar zij zich mee verbonden voelen of geen mee voelen? Je gaat eigenlijk veel meer uit vanuit een bepaalde harmonie. Het eigenlijk het realiseren van de verbindingen die al bestaan tussen alle wezens. Dat is eigenlijk waar de mysticus mee werkt. Dus volgens de mysticus is er eigenlijk ook helemaal geen afstand tussen jou en de ander of tussen God en jezelf. Het is alleen maar dat deze verbinding nog misschien onvoldoende gerealiseerd wordt of dat de verhoudingen niet goed begrepen worden. En dat is eigenlijk dus waar het keelchakra gaat spelen. Het keelchakra dat gaat dus over het communiceren. Dus aan de ene kant het delen van informatie. Wie ben ik? En wat wil ik? En wat doe ik?
maar ook het absorberen van de informatie van de omgeving. Van ja, wie is de ander, wat is de omgeving, wat speelt er. Om zo uiteindelijk dus ook de kennis weer te ontwikkelen, de vaardigheid te ontwikkelen. Om ja, zo goed mogelijk te kunnen opereren binnen de eenheid. Dus eigenlijk geeft het derde chakra de actie, de drang naar actie, de drang naar handelen, de drang naar manifestatie. Het hartchakra geeft het bewustzijn van de eenheid. En het keelchakra geeft de kennis van hoe kan ik communiceren, hoe kan ik delen, hoe kan ik ook de omgeving horen. En voor de mysticus is het vaak meer een afwachtende handeling. Dus ze bemerken wel hun eigen impulsen op, hun eigen magische kant op. Maar vaak wachten ze, zeg maar, met het manifesteren van hun kracht. Totdat ze het idee hebben van dit is er het juiste tijdstip voor, dit is de juiste omstandigheid. Dus eigenlijk wat de mysticus kenmerkt is vaak een bepaalde ja, geduld, een gevoel voor harmonie, een gevoel voor timing. Terwijl de magier meer vaak de neiging heeft om dingen zeg maar, te forceren, heeft de mysticus meer de neiging om af te wachten en ja, soms daarmee ook weer te lang af te wachten en kansen te laten glippen, omdat zij eigenlijk ja, de frictie die er eigenlijk bij iedere verandering hoort, toch weer lastig vinden om aan te gaan of te veroorzaken. Het mystieke werken is eigenlijk ook heeft eigenlijk als net zoals de wilskracht eigenlijk het essentiële onderdeel is voor de magie, is eigenlijk het gevoel voor harmonie het instrument voor de mysticus. En vaak bepalen ze zo van nou, wanneer is het de juiste tijd om iets te doen of de juiste plek om te zijn, en dat voel je eigenlijk vanuit je gevoel voor harmonie. Zelf is dat heel goed aan me uitgelegd door mijn leraar, want destijds begon ik net met mijn spirituele ontwikkeling en voelde me daarin erg eenzaam en alleenstaan, zo'n 15 jaar terug, want het was toen nog minder gebruikelijk. En ik had zoiets van, ja, hoe kan ik daar nou minder alleen in staan? En hij zei, ja, dan moet je dus je mystieke centrum ontwikkelen. Waarop ik zoiets van, ja, dat klinkt allemaal heel mooi, maar wat is dat dan in de praktijk? En zei van, nou, het is heel simpel. Ben ik die jij zegt. Ja, het is heel simpel, zei hij. Van, nou, ga je wel eens naar feestjes? Ja, ik ga wel eens naar feestjes. Nou, oké. Ga dan eventjes gewoon iedereen langs bij dat feestje. Loop even bij iedereen staan of bij iedereen in de buurt staan. En voel gewoon bij wie voel jij je het meeste harmonisch. Met wie heb jij het meeste verbinding? Met wie ja, is er gewoon het minste spanning? Nou, ga probleem met die persoon. En ja, probeer uitgenodigd te worden door een feestje of een etentje bij die persoon. En als je in de groep van die persoon zit, ga je weer kijken van nou, wie is nu de persoon die het beste bij mij past, waar ik het meeste harmonisch bij ben. En zo begin je eigenlijk ja, in de maatschappij eigenlijk te zoeken en te verzamelen aan de mensen waar je het meeste harmonie mee voelt. En ja, dat verzamel je om je heen. Je komt ook in hoe langer hoe harmonische sferen terecht. Want ja, in onze wereld is er gewoon vrij veel magie, vrij veel wilskracht en ego. Maar ja, als dat niet jouw ding is om de hele tijd te strijden, nou, dan is dit de manier om eigenlijk een heel andere stroming terecht te komen. En dat was ook eigenlijk hoe mijn leraar het benaderde. Zoiets van, ja, magie bestaat, mystiek bestaat. Maar het zijn eigenlijk bepaalde werkelijkheden die allebei waar zijn, maar die allebei beleefd kunnen worden. Maar je kunt in een magische stroming of in een mystieke stroming zitten. En ook de dingen die je tegenkomt, die horen daarbij. Dus als magier ja, zal jij botsen tegen de wil van anderen en tegen de vaardigheden van anderen. Dat zal je stimuleren om ja, meer te focussen, meer discipline te hebben, meer vaardigheid op te bouwen. En eigenlijk als je in de mystieke stroom gaat, ja, dan kom je dus disharmonieën tegen. En ja, dan is het aan jou om zeg maar, niet mee te zakken in die disharmonie, je niet te laten verstoren eigenlijk, maar eigenlijk juist de harmonie te brengen. En die verbondenheid die er is, ja, meer naar de oppervlakte te brengen.
en zich sterker te laten manifesteren. Eigenlijk het blootleggen van al een bestaande harmonische orde die al eigenlijk al bestaat achter alle dingen. En ja, een heel ander pad van spirituele ontwikkeling. Het volgende pad waar ik het over wil hebben, en dan kunnen we richting de vragen, later de oefeningen, is eigenlijk het kabbalistische pad. Kabbalistisch is eigenlijk niet helemaal de juiste term, maar vroeger bestond eigenlijk de hele religie bestond eigenlijk alleen maar uit magie en mystiek. Want dat was hoe mensen zich ontwikkelden, hoe ze dus de andere realiteiten gingen verkennen. En op een gegeven moment hadden ze zoiets van, het is een beetje in het wilde weg. Want ofwel je loopt je wil achter, maar dat is eigenlijk een kracht die je niet goed begrijpt of kan controleren. Ofwel je volgt een gevoel voor harmonie, maar waar dat je naar leidt, ook geen flauw idee. Dus eigenlijk moet er een hogere kracht zijn die ons weer helpt om daar ook een leiding aan te brengen. En die ons eigenlijk kennis geeft van de kosmos, ons kennis geeft van onszelf. Zodat we een bepaald model kunnen creëren. En op grond van dat model weten we wat voor effecten onze acties zullen hebben. Nou, dit hele vorm van denken is nog vrij nieuw voor de mensheid. Dus we zijn er ook nog niet bijster goed in. Het is nog eigenlijk het zwakst ontwikkelde centrum bij de momenteel geïncarneerde mens. En daarbij gebruiken we onze bovenste drie chakra's. Dus we gebruiken eigenlijk wat wij al geleerd hebben aan structuren, wat wij zien eigenlijk van de beleving tussen de mensen, vanuit wat in ons keelchakra zit. Daaraan voegen we toe eigenlijk ons derde oog. Want vanuit ons derde oog zijn we eigenlijk in staat om de impulsen van alle lagere chakra's in een soort overzicht naast elkaar te leggen. Met het derde oog ontstaat inzicht. Terwijl eigenlijk in het keelchakra zitten alleen maar gewoontes. Zit de kennis van, als iemand een hand uitsteekt, dan moet ik een handje schudden. Als iemand buigt, dan moet ik terugbuigen. Het zijn haast regels die je volgt. En eigenlijk bij het derde oog wordt het pas een inzicht van, waarom schud ik een handje? Of waarom geef ik een buiging in plaats van een handje te schudden? Dus daar begint eigenlijk de diepte te ontstaan. En eigenlijk in het proces van inzicht worden wij weer gesteund door ons kroonchakra. En via ons kroonchakra ontvangen we eigenlijk impulsen vanuit de hogere werelden. Dus dat kan in de vorm zijn van inspiratie, waardoor wij een kunstwerk kunnen maken, maar ook een wetenschappelijke theorie kunnen formuleren. Maar het kunnen dus ook impulsen zijn die komen van onze gidsen of van onze andere leden van onze zielengroep. Want zij hebben vaak wel een idee van hoe ons pad dient te lopen, hoe wij ons dienen te ontwikkelen, wat onze taak is. Terwijl dat voor onszelf versluierd kan zijn. En eigenlijk door deze inspiratie in te laten werken op ons analysevermogen, gaan we ons dingen opvallen. Gaan wij anders naar onszelf kijken. En kunnen wij dus een beter pad neerzetten voor onszelf. En eigenlijk het idee van, kunnen we de hemelen en de hele kosmos waarin we leven niet beter organiseren. Dus in de westerse beschaving bestond het natuurlijk al, er bestonden al kosmologieën vanuit de Egyptenaren, ook vanuit de Noordse traditie. Maar heel veel is eigenlijk veel preciezer uitgewerkt door de kabbalisten in Spanje. Want zij probeerden eigenlijk de verschillende tradities, dus eigenlijk Jodendom, islam en christendom, eigenlijk aan te tonen van maar wij zijn eigenlijk gewoon, wij leven in één universum. En de verschillende religies gaan eigenlijk om hetzelfde universum en eigenlijk gaan alle religies om hetzelfde universum. Dus zij probeerden als eerste een soort panreligieuze cosmologie te creëren. En vandaar dus dat het kabbalistische stroming genoemd wordt. Vanuit de kabbala is er eigenlijk veel kennis. En die kennis wordt soms ook wel een beetje verward met magie. Maar het is wel zo, als je dus de aard van iets kent, of de naam in zekere zin van iets kent,
dat geeft je ook een bepaalde verbinding mee. En vanuit de kabbalistiek ga je dus eigenlijk verbindingen maken, nog vanuit een verlangen, nog vanuit een besef van eenheid, maar eigenlijk vanuit een kennis, vanuit een inzicht. En jouw vermogen om je dus te verbinden met die religieuze, of met de hogere dimensies, die gaat dan dus om een inzicht, om een kennis, om een bestudering van. In plaats van een gevoel bij hebben of een verlangen naar hebben. Een weten misschien? Een weten, inderdaad. Ja. Ja. En ook dus het weetcentrum, dat dus in dat derde oog zit, is dus ook weer een motor die getraind kan worden. Ja. En uiteindelijk werk je dus via de kabbalistiek met krachten die weer boven ons liggen. En via ons kroonchakra hebben we daar de verbinding mee. Dus eigenlijk via een soort activering van ons hogere lichaam, van onze hoogste trilling, kunnen wij onze wensen kenbaar maken aan die hogere krachten waar we dan de kennis van bezitten. Maar eenzelfde kracht kan dus eigenlijk op alle drie de niveaus benaderd worden. Als ik bijvoorbeeld iets wil doen met de kracht van de planeet Mars, dus die mannelijke energie, die manifestatie-energie, kan ik dat doen vanuit mijn wilscentrum, vanuit mijn tweede chakra. Van nou, ik wil sterk zijn, ik wil krachtig zijn, ik wil een heerser zijn. En dan gaat het zich op een magische manier gaat het zich manifesteren in oefening, in training, in vaardigheden. Ik kan dat doen eigenlijk vanuit een mystieke manier, maar eigenlijk te voelen van ik ben een onderdeel van die kracht. En ik ben eigenlijk een belichaming van die mannelijkheid. En het enige wat ik moet doen is eigenlijk de juiste omstandigheid vinden waarin mijn mannelijkheid zich dient te uiten, zich dient te manifesteren. Dus misschien als ik mannelijker wil worden, moet ik met een heel vrouwelijke partner zijn. Of ik moet in een leiderschapspositie komen, zodat die mannelijke kracht de ruimte krijgt. Dus je probeert het meer gewoon eigenlijk een harmonische plek te vinden, waardoor dit deel van je wezen zich kan manifesteren. En vanuit kabbalistisch oogpunt ga je dus eigenlijk zeggen van ik ken deze kracht, ik weet wat haar doel is. En deze kracht wil zich manifesteren, dus als ik nou de juiste paden creëer voor deze kracht om zich via mij te manifesteren, dan kan deze kracht dat gaan doen. Of via anderen. Dat kan of via anderen, inderdaad. Dat doen wat nodig is om jou. Ja, maar als het alweer gaat om wat nodig is, dan zit je alweer een beetje op die mystieke richting. Okay. Ja. En vaak is het werk met kabbalistische krachten, dat vaak heel veel te maken ook met idealen. Met dus die hogere inspiratie. Maar ieder pad op zich is dus nog goed, nog slecht. Maar het heeft altijd een lichte en een duistere kant. Het heeft valkuilen op het pad. En een van de manieren of technieken om dus die valkuilen te voorkomen is dus het zogenaamde pad van de vierde weg. Om te proberen alle vier de centra, of alle drie de centra, dus te combineren en ze gezamenlijk in te zetten. Dus eigenlijk zowel vanuit je verlangen als vanuit je gevoel van harmonie, als vanuit je kennis te gaan handelen. Omdat je dan pas eigenlijk een volledige controle hebt over de manifestatie. Net zo goed mogelijk kan leiden. Praktisch gezien, het klinkt heel mooi, maar praktisch gezien is het niet zo goed haalbaar. Want wij leren eigenlijk in ons leven dat bepaalde dingen goed werken. En de een heeft de ervaring van, als ik maar brutaal ben, dan krijg ik mijn zin wel. En ik doe het gewoon en ik waag het erop. En die zal dus de ervaring hebben van, magie, dat lost dingen voor mij op. Dus ik ga mijn wilskracht gebruiken en dat is eigenlijk hun automatische reactie. En andere mensen hebben dat met harmonie. Zoiets van, ik wacht gewoon rustig af en op het juiste moment, dan gebeurt het wel, komt het wel, kan er met het juiste woord. De omstandigheden, kan het gewoon allemaal lukken. Dus die worden gewoon heel opmerkzaam en die gaan hun opmerkzaamheid gebruiken. En andere mensen die gaan modelleren, voorspellen en experimenteren. En op die manier vanuit hun kennis ook allerlei controlemechanismen opbouwen. Om dus de krachten te beheersen en zichzelf en hun omgeving te beheersen.
En het is op zich ook prima dat we allemaal die verschillende talenten hebben. Als we ook maar er bewust van zijn dat er heel andere paarden zijn. Wat eigenlijk voor alle vier deze paarden enorm van belang is, is eigenlijk het vinden van de kruispunten. Want iedere wereld op zich werkt haast mechanistisch. En ja, de wereld van harmonie, de kabbalistische wereld en de magische wereld hebben allemaal hun eigen krachtenspel. En je kunt het een beetje zien als een lopende machine. Die draait gewoon door als er niks gebeurt. En je wilt uiteindelijk aan de knoppen van die machine gaan zitten, zodat je een transformatie van jezelf of een transformatie van je omgeving teweeg kan brengen. Maar ja, daarbij heb je een soort timing nodig van wanneer vallen eigenlijk dus de manifestatie en de bronenergie samen. Want als ik een bepaald gedrag heb, bijvoorbeeld ik ben nu aan het praten, maar daar zit een bepaalde bronenergie achter. Dat kan een kennis zijn die zich wil manifesteren of een bepaalde wilskracht of iets anders. En op een gegeven moment heb je een omstandigheid van er zijn toehoorders. Er is een bepaalde kracht die zich wil manifesteren. Er is voldoende talent om dit te manifesteren. Dus dan kan het gebeuren. En waar je eigenlijk met al die paarden mee bezig gaat, is het zoeken naar mogelijkheden waarop eigenlijk dus of je magische kracht, je mystieke kracht, je kabbalistische kracht of de combinatie van die krachten eigenlijk die transformatie teweeg kan brengen. En dat noemen ze in de mystiek ook wel het jagen op de tweede werkelijkheid. Want je zit eigenlijk in een bepaalde werkelijkheid, een bepaald mechanistisch geheel. En eigenlijk vanuit die andere realiteit kan er af en toe een invloed zijn die dingen om doet slaan, die dingen anders doet lopen. En als spiritueel mens probeer je eigenlijk continu daar bewust van te zijn. Van sommige dingen zijn spiritueel gezien betekenisloos, omdat ze gewoon een onderdeel zijn van de realiteit waar je op dat moment in bevindt. Dus als ik een boterham met pindakaas eet, omdat er alleen maar een pot pindakaas op tafel staat, dat betekent niet dat, noten, wat betekent dit voor mij, aardend? Dan hoef ik geen boodschap achter te zoeken, dat ik dieper moet aarden of wat dan ook. Maar soms zijn er dus ook gebeurtenissen die dus wel eigenlijk een doen of die een boodschap zijn vanuit die hogere realiteit. Nu kun je behoorlijk paranoïde of gek van worden als je alle vogels of vrachtwagens of treinwagens gaat tellen of daar ook wel codes in gaat zoeken, dan word je inderdaad psychotisch. Inderdaad. En dat ligt ook vaak dicht bij elkaar. Mensen die psychotisch worden en mensen die jagen op de tweede werkelijkheid. Ja. En die zich zo spiritueel proberen te ontwikkelen. Maar dat is eigenlijk dus gevaarlijk om die mensen zich spiritueel te laten ontwikkelen. Ja, klopt. Maar als ze zich niet spiritueel ontwikkelen, dan gebeurt er niks. Behalve dat de wereld doordraait en dat de zielen uiteindelijk de belichaming achterlaat. Omdat er geen transformatie mogelijk is. Dus de werkelijkheid bestaat maar om één reden. Om eigenlijk een mogelijkheid te geven om onszelf te transformeren en te oefenen. Met het delen van transformaties door een gemeenschappelijke werkelijkheid ook te gaan transformeren. Dus de transformaties zijn de reden voor ons bestaan. Hetgene wat we eigenlijk, de kansen die we moeten proberen niet te missen. Maar de praktijk is zelfs dat mensen die erin geoefend zijn, het merendeel van de kansen gewoon langs zich heen laat gaan en niet doorheeft. Omdat wij heel erg gewend zijn om in onze patronen door te gaan en door te denken. En het leven van alle dag te volgen. En daarom wordt eigenlijk in al deze stromingen gezegd dat het noodzakelijk is om eigenlijk bewust te worden van de patronen en ook de patronen bewust te doorbreken. Om te zien, wat is nou eigenlijk die andere werkelijkheid om daar gevoeligheid voor te ontwikkelen. Dat is dan eigenlijk weer het pad van de kluizenaar of het pad van de dwaas, wordt het ook wel genoemd, die zich dus bevrijdt
uit van, ah, goh, dit is mijn dagelijkse routine. Ik doe iedere dag hetzelfde. Ik sta op, ik poets mijn tanden, ontbijt, poets mijn tanden, ga naar het werk, kom ik terug, kijk, ga op de tv zitten, kijk mijn serie, ga weer slapen. Want eigenlijk als wij in zo'n motortje zitten, ja, dan ja, kan onze geest rustig gaan slapen. Want zeg maar, ons ego en onze patronen, onze kennis, die houden ons leven draaien. Je kunt er goed bij voelen, hè? Ja, je kunt ja. Ja, dat is ook zo. Monniken. Ja, ja, klopt. Ja. En eigenlijk verkeerd, ja, zeg maar, in de Vedische visie is onze geest dan in een tamas staat. Mm-hmm. Dus onze geest slaapt. Ja. En dat is ook een onderdeel van wat onze geest nodig heeft. Want ja, continu vechten en strijden en zo, put hem ook uit. En verliest hij zijn stabiliteit en dan word je gek. Mm-hmm. Maar dus, soms is het goed om je geest in een tamas staat te brengen. Ja. Maar, ja. 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 Maar ja, we moeten uiteindelijk dus vanuit die tamasstaat in een soort rajasstaat komen, een staat komen van passie, dat het ons wat kan schelen. Dat wij iets willen hebben van, nou oké, okay, dit is hetgene wat ik wil veranderen in mezelf of in anderen, of dit is het doel wat ik wil dienen. Is het niet ontzettend moeilijk een patroon te doorbreken? Ja, dat is het. Ja. En vooral familiepatronen, ja. 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 Ja, maar daarvoor zijn dus die hogere passies eigenlijk noodzakelijk. Mm-hmm. Om dus ons de kracht te geven om te zeggen van, nou, ik laat mijn gezin achter of mijn baan achter en ik kies ervoor om, ja, weet ik veel, zoals de Sea Shepherd, een boot te gaan zitten en walvissen te gaan beschermen. Ja, waarom doet iemand dat? Ja. Mm. Nou, dat is een passie. Ja. Ja, daarmee overstijgen we eigenlijk onze eigen mechanismen door die passies toe te passen. Want anders dan worden we gevangen in onze mechanismen. En uiteindelijk die passies die moeten dan weer ingepast worden in een groter besef van, ja, wat is nou eigenlijk het doel van mijn ziel, van de kosmos? Dan komen we dus in de sattvische staat, waarin we dus niet alleen maar handelen naar passie, maar eigenlijk juist handelen in overeenstemming met de goddelijke wetten, met de maatschappij om ons heen, met de vrijheid van de mensen om ons heen, vanuit gelijkwaardigheid en vanuit compassie. Maar dat is een bepaalde klim die wij moeten maken in ons spiritueel leven, in ons spiritueel handelen. En dat is lastig. De makkelijkste manier om eigenlijk de patronen achter je te laten is ofwel op vakantie gaan, ofwel dronken worden. Dat werkt toch als men heel goed. Hallucinaties zijn ook een mogelijkheid. Sorry, ja. Sorry, ik hoorde het ook niet. Of het laatste? Hallucinerende middelen. Oh ja, ja. Ja, dus ja. En ja, het punt is eigenlijk wat je probeert te doen, is eigenlijk gewoon het mechanisme van je wat meedraait, eigenlijk stil te zetten. En dit zijn dus nog de meest gezonde manieren, want de minder gezonde manieren zijn een ongeluk krijgen of ziek worden. Ja, dat heb ik dan weer elke keer. Ja. En meditatie, is dat ook een manier? Meditatie is ook een manier, inderdaad. Ja. Bidden is ook een manier. Mm-hmm. Transreizen is ook een manier. Maar je probeert eigenlijk dus gewoon je los te maken van de dagelijkse patronen, door je eigenlijk in kan tunen op die hogere realiteit, waardoor je, als het goed is, ook die hogere realiteit kan herkennen in zijn aardse vorm, als je zich aandoet, van iemand zegt iets tegen je, iemand geeft iets aan je, je ziet iets gebeuren op straat. En dat kunnen allemaal boodschappen zijn, eigenlijk voeding voor jouw geest, om ook weer een volgende stap te zetten. En alleen maar doordat wij dus die openheid bewaren en ook proberen te zoeken naar die hogere realiteit, kunnen we dus onze groei optimaliseren zonder dat we verdrinken in onze angsten en in onze egokracht. Ja, heel verhaal. En wat je eigenlijk ziet ook in de symboliek, is dus vaak dat magie, dat gaat vaak over het strijdvaardig zijn, gedisciplineerd zijn, de krijger in jezelf. Dus dat wordt ook vaak gesymboliseerd door het zwaard. Waarbij je dus eigenlijk je scherpte, je precisie probeert te oefenen. En de degens kruisen met anderen, en dat kan dus zowel aanvallend als verdedigend zijn.
Maar ja, het behouden eigenlijk van je zelfstandigheid, van jouw domein, van jouw koninkrijk, wordt daardoor is daar het symbool van. En dat zijn dus ook de legendes, de mythes die daarbij horen. Er zijn heel veel scheppingsverhalen en ja, het magische element. Door daarover te lezen, dat kan je ook helpen om dus dat element in jezelf te vervolmaken. Sprookjes, mythes, sagas, krijgersverhalen, avonturenverhalen, kweestes. Want dat zijn allemaal ja, bepaalde tochten waarbij je ja, gaat werken aan jezelf vervolmaken. De beker is eigenlijk het symbool voor de mysticus. Is het meest bekend natuurlijk van de graalverhalen van koning Arthur. Waarbij je eigenlijk probeert je innerlijke zuiverheid te vergroten. Waardoor eigenlijk de hogere energieën ook plaats in je kunnen nemen, niet alleen de lagere. En je probeert dus een zo zuiver mogelijk beker te worden. Waardoor je hoe langer hoe hogere impulsen, hoe langer hoe hogere energieën kan bevatten. En welke zich ook weer ja, via jou kunnen manifesteren of die ook jou weer kunnen gaan leiden. Dus je bent eigenlijk continu op zoek naar het hogere, naar het zuivere. Bezig ook met een loslatingsproces. Want het houdt ook bij dat niet alleen is dat je het lagere verwerpt, maar juist ook dat je het lagere accepteert. Dat je ook soms de noodzaak kan zien van een offer. Terwijl dat voor de magier een ondenkbaar iets is. Want daarbij gaat het er juist om niet op te geven, volharding te hebben. En de mysticus is daarin ja, heel erg tegenovergesteld. Dus je komt het vaak tegen in de verhalen van heiligen, hoe zij zich dus overgeven aan visioenen, hoe zij genade hebben ten opzichte van hun tegenstanders, waardoor hun tegenstanders vaak ook weer zelf tot heiligen worden of tot bekering en inkeer komen. Omdat zij weten, nou dit is het juiste moment om op deze manier te handelen. En daar hebben we eigenlijk zonder kracht toch de juiste transformaties kunnen creëren. Boeddhisme is hier ook heel sterk in, want het gaat eigenlijk over het zo vaardig mogelijk handelen. Ze stellen eigenlijk, als je zo vaardig mogelijk handelt, dan is er eigenlijk een minimum aan verstoring, een minimum aan geweld. Iemand die dus op magische wijze geneest, die probeert zijn kracht te laten voelen. En ja, dat voelt sterk, hè. En voel je het warm worden en voel je mijn handen. Dat is dus ook waar de magische genezer naar streeft. Iets van mijn kracht invloed laten hebben. Terwijl de mystieke genezer er eigenlijk op hoopt dus dat de persoon die genezen wordt ontspant, in harmonie komt, in een gevoel van balans ervaart, misschien iets van euforie ervaart. En niet de kracht van de persoon die de genezing doet, maar juist de eigen harmonie ervaren en gaat voelen en gaat vinden. Net als je als hulpverlener tot doel moet hebben eigenlijk, om de cliënt zijn eigen kracht, nog los van ons werk, maar gewoon vanuit. Ja. Maar als je een mystieke hulpverlener bent, ja. Maar ja, je kunt ook een heel magische hulpverlener zijn. Die zegt, nou, ik zal dat varkentje wel even passen. Doe mij na. Zo moet je het doen. En ja, die is dus veel directiever van aard. Vaak niet altijd. Maar dat zal eerder een neiging zijn om het eigenlijk te doen vanuit een idee van, je moet je omgeving beheersen. Maar ook eigen ego natuurlijk ook. Ja, zeker. Ja. Dat is ook noodzakelijk voor de magie, om een sterk ego te hebben. Ja. En die zal dus eigenlijk proberen een bepaalde beheersing te leren. Terwijl eigenlijk de mystieke hulpverlener, die probeert mensen te leren van, ja, hoe kun je jezelf een plaats geven in de maatschappij, of in dat gezin, of op je werk. Dus wat is voor jou de beste plek om te zijn? Die probeert vanuit een heel ander perspectief eigenlijk te helpen en te leiden. Bij de kabbalist gaat het eigenlijk om inzicht. En inzicht is een doel op zich. En de stelling is eigenlijk van, als jij perfecte kennis hebt, heb je ook perfecte beheersing. Ja, dat is niet altijd even waar, maar dat is eigenlijk vaak wel de kabbalistische insteek.
Dus die zeggen gewoon van, ja, je zit nu bijvoorbeeld in een moeilijke situatie. En wat er nu van belang is, is niet zozeer dat je zegt van, nou, ik ga deze situatie controleren en ik ga hem veranderen, wat de magier zou doen. Of ik ga proberen mij te schikken en een zo goed mogelijke positie in te nemen. Maar dat je gaat leren van de situatie. Nou, wat zegt deze situatie, ben ik terecht ben gekomen, wat zegt dat over mezelf? Wat voor dingen hebben ertoe geleid dat ik nu hier ben? En wat zegt het over de mensen om mij heen? Wat voor eigenschappen in hen, wat voor krachten spelen daarachter? En hoe kan ik dus eigenlijk voorbij de illusie kijken en zien van oké, eigenlijk is het gewoon het goddelijke wat met zichzelf aan het spelen is. En ik ben maar een manifestatie van de ene deel van de kosmos, van God of de godin. En de andere is de manifestatie van het andere deel van de God of de godin. En eigenlijk door mezelf te doorzien, de ander te doorzien, kan ik ja, God zelf zien, kan ik de kosmos zelf zien. Dat is het kabbalistische pad. En dan? Ja. Dat is het doel op zich. Want eigenlijk het doel van, ja, van al het spirituele is dus dat je ziel groeit, de geest groeit. En dus eigenlijk op een hoger bewustzijnsniveau uitkomt. En het zijn alle drie valide paden. Wat is het doel van het leven? Nou, eigenlijk, ja, we hadden het over spiritualiteit. Dus dan stel je eigenlijk de geest en ook de ontwikkeling van de geest centraal. En niet dus de ontwikkeling van het ego. Dus niet zozeer van, nou, heb ik het goed of ben ik gelukkig? Of heb ik liefde in mijn leven? Want ja, dat zijn eigenlijk allemaal ja, lagere krachten vanuit de geest gezien. Het directe aanhaast, dus, hè? Ja. Dat je liefdeskracht groeit. Die baan die heb je om... Ja, je dagelijkse boodschap te kunnen doen. Ja. Maar die baan laat je na 87 nee, eerder, hè? Naar, 67. Ja, laat je hem los, hè? Ja. Ja, maar ja, die ziel is natuurlijk eeuwig. Ja. Dus daar gaat het dan in feite om, hè? Ja. Dus wat jaren allemaal na, hè? Ja, je moet natuurlijk het dagelijkse programma hebben. Ja. Maar het gaat ook in feite om het hogere. Ja. Dus dat je liefdeskracht ontwikkelt. Ja, of dus ja, de liefdeskracht voor de mysticus, het inzicht voor de kabbalist of de wilskracht. En eigenlijk, er is altijd een opzuivering. Mm-hmm. Er is altijd een ladder die je beklimt op alle paden. Dus eigenlijk de ladder die de magier beklimt, begint eigenlijk dus met de lagere wil. Dus de wil vanuit het ego, vanuit de lusten, vanuit de instincten. Maar uiteindelijk is het dus te bedoelen dat je als magier dus door het vervullen en het leren, werken en beheersen van alle lagere willen, uiteindelijk de wil van je geest, van je ziel, gaat vervullen. Ja. En dat eigenlijk al die andere willen ja, ten dienste staan van je hoogste wil. Ja. En die hoogste wil, die moet uiteindelijk weer verenigd worden met de goddelijke wil. Waardoor zelfs ook ja, het meest zuivere deel van jezelf opgaat in nog iets hogers. Ja. En voor de liefde is het eigenlijk hetzelfde, dat is ook een ladder. Want eerst zit je met gehechtheden van nou, ik ben zo dol op mijn partner, mijn auto, mijn kinderen, mijn huis, mijn positie, mijn baan, mijn werk, mijn mooie dit of dat, creaties. En ja, die gehechtheden moeten uiteindelijk ook weer, ja, is het begin van de ladder. Dus dat zijn de laagste verbindingen. En uiteindelijk ga je hoe langer, hoe hogere verbindingen aan. Die veel meer, ja, minder uit gehechtheid komen, maar veel meer vanuit een gelijkheid en vanuit een vrijheid nog steeds wel die verbondenheid hebben. Maar ja, dan is er ook geen afhankelijkheid meer van de verbondenheid, maar meer een realisatie van wat het met je doet. Het wordt dan een voeding die je gewoon tot je kan nemen, maar waar je niet meer afhankelijk van bent. Omdat je realiseert, al zit je in je eentje in een grot, ja, dat nog steeds de hele kosmos er is. En dat los van dat het fysiek zich niet om je manifesteert, dat je nog steeds die verbinding hebt. Dat je nog steeds God kan ervaren, al zit je op de bodem van de oceaan en, of midden in de woestijn. Juist. Of juist, zonder de afleiding. Ja. Maar ja, dat, en uiteindelijk is dus de verbinding met het goddelijke en daarmee met alles. Ja. Dus het hoogste wat je kan bereiken via het mystieke pad. Het goddelijke in jezelf. En buiten jezelf. Allebei. Het is, ja. Ja, je moet het ook moet zoeken in de ogen van de medemensen.
Ja, ook. Ja, inderdaad. En, binnen de Ayurveda, maar binnen de Veda's zeggen ze ook van, geven ze ook iets van hoe herken je een heilige? Mm. En ze zeggen dus, de heilige is de man die God ziet in zowel de boom als de hond als de medemens, maar in zichzelf alleen het kwade ziet. Nou, goed en kwaad. Ja, dat is niet wat de Veda's zeggen. Nee. Want het punt namelijk om tot de heilige te komen, tot dat stadium te komen, is ook om niet tevreden te zijn met. En om dus eigenlijk vanuit compassie naar al het andere te kijken, en al het andere dus als voeding, als geschenken vanuit de kosmos, vanuit het goddelijke aan jezelf te beschouwen. Mm-hmm. Maar ook altijd nederig te blijven, ja. En je eigen onwaardigheid.